Halve lengte voor Evolutief Dam. Evolutief Dam leidt aan de buitenkant Dillinger Gentiel. Die krijgt hem ook niet makkelijk, want die ligt daar ook al ruim een kilometer aan de buitenkant. Achter hem ligt dan de trainingsgenoot en dat is Emirood Gigi. En daar komt aan de buitenkant Diamond AR aan. Diamond AR is aan de opmars begonnen. 17-3 de tussentijd. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding is overgenomen door Dillinger Gentiel. Kijk, Kamminga gaan met een slalom binnendoor. Komt uit op plaats 3. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding nog altijd in handen van de nummer 6, Dillinger Gentiel, die overnam. Dillinger Gentiel is halverwege de Tjarda-bocht. De verrassing ligt daar nu achter op de relingzijde. Dien de Jarrier, de nummer 8. Aan de buitenkant daarnaast is het Emirood Gigi. En Diamond AR ook vlak daarbij. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn waar nog altijd de leiding is voor de 6, Dillinger Gentiel. Daar komt aan de buitenkant Diamond AR aan. Gaan de laatste meters in. Kamminga gaat er tussendoor. Het is Dillinger Gentiel die leidt. En die lijkt heel makkelijk te gaan winnen. Weer een 16 tussentijd. Strijd voor de plaatsen. Plek 2 is voor Diamond AR. En plek 3 aan de buitenkant. Misschien nog wel voor Bel Bonanza. Prachtige eindsprint van Bel Bonanza. 16 rond voor de winnaar. Altijd gezellig als Spangenhoeven wint, want dan is het druk in de Victory Lane. We wachten uiteraard even op de bevestiging dat we daadwerkelijk over kunnen gaan tot het huldigen van de winnaars. Rogier, de winnaar is wel officieel. Dat is mooi. Dan gaan we de lijn overgeven aan ons aller Mariska Middelweert. En zal Misha Brouwer zich zo dadelijk hier melden bij de Victory Lane. Wordt hij opgewacht door de grote club rondom Spangenhoeven. Maar laten wij hem als eerste opvangen. Dan hebben we dat achter de rug. Misha, gefeliciteerd. Bas had van tevoren gezegd, hard baantje, dat is misschien niet lekker voor hem, maar... Moh. Nou ja, tussen de paarden was het goed, maar in het voorwerk maakte hij nog wel een fout in de bocht. Dus ik zei al, ik probeer niet te veel risico te nemen van start af. Het ging nog 12, maar hij is zo graag achter die auto dan. Maar goed op de handen weggereden en hij ging goed zo. Ja, je had vertrouwen, want je geeft hem natuurlijk niet het makkelijkste tripje. Nee, ik wou niet achter die van Ruud blijven zitten met zo'n paard. En we hoeven niet de temper te verhogen en dat pakte goed uit. Goed. Je had de juiste beslissingen genomen. Ik heb je nog een rondje uit zien kwikkelen met Tom, met grote gebaren. Waar doen jullie het over, jongens? Zijn we altijd nieuwsgierig naar? Ja, gewoon over hoe het gaat en de koers verloopt. Dat is mooi. Dat is gezellig. Ja, zeker. Dankjewel, Misha. Misha Brouwer, hij slaat hier toe in de Prix Expo Etalon. Trotteur van zijn Silver Challenge. En Sandra Winkelman is de dame die namens Victoria Park de bloemen overhandigt. En natuurlijk het inmiddels befaamde premium schaaltje. En een rosette, dat hoort er allemaal bij als je een premium koers wint hier op Victoria Park. Mooie eerste prijs, €2750. Voor Dillinger Gentiel alweer zo'n succesverhaal wat betreft de Trotteur Français koers. Een paard dat eigenlijk zonder winstom naar Nederland kwam. Wat moeite had met draven, maar met veel moedbeleid en trouw tot een fantastisch koerspaard is gemaakt door de Stalkrebas. Vanaf deze plek daarvoor de complimenten. En die Dillinger Gentiel is een 7-jarige bruine ruin kiwi uit Plandry. Gefokt in Frankrijk, bezit van Spangenhoeven, trainer Bas Krebas. Geweldig gereden door Misha Brouwer. En dat maakt een gezellig plaatje. De eerste winnaar van het nieuwe jaar. Is geworden Misha Brouwer met Dillinger Gentiel. Die begint het jaar dus weer uitstekend nadat het afgelopen drafsportjaar toch voor hem een groot succes is gebleken met heel veel overwinningen. Met dank aan zijn werkgever. U kunt in handen, dames en heren, voor Dillinger Gentiel Misha Brouwer. Dan komt u aan, dames en heren, even een applaus. De man die bovenaan staat, Misha Brouwer. Op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen.
Paarden zijn onderweg en er wordt fel gestreden om de leiding. Ancor Sun aan de binnenkant. Die kan best aardig beginnen, maar niet zo snel als aan zijn buitenzijde Joko Zwee dat doet. En die gaat de kop even pakken. Joko Zwee, daarnaast in de tweede spoor ligt Dillinger Gentiel. Ook die wil de kop wel hebben. En Ruud Pols, die vandaag 45 jaar getrouwd is, die geeft even vol gas aan de buitenzijde met Evolutief Dam. Evolutief Dam, die gaat de kop nu overnemen. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Door het derde spoor komt Kees Kamminga naar voren met de halfbroer van Kroatië d'Amour, Dan de Jarrière. En zo zijn de paarden voor de tribune. Dan de Jarrière kan inparkeren. Dat geluk is niet beschoren aan Disco Jet aan de buitenkant. 12-9 de opening. Twee ronden te gaan nog. En Disco Jet gaat drie dik naar voren. Paarden komen voor de tribune langs. Gaan de rechterbocht in. Dat is de runnersbocht. En de leiding is daar in handen van Evolutief Dam. Evolutief Dam, die open in 1-12, wordt gevolgd door de favoriet, Dillinger Gentiel. Nu de mooie camerabeelden aan de binnenkant weer. Die hebben we gelukkig weer terug. Daarachter ligt op de derde plaats aan de relingzijde Joko Sway. Dan de paarden aan de buitenzijde. Die proberen wat terrein goed te maken, maar dat blijft voorlopig even bij proberen. Want het tempo blijft vrij fors. Pols neemt echt niet heel veel terug. En zo zijn ze in die rechte lijn overzijde. Maar Dillinger Gentiel gaat wel van de reling af. Die ziet wat dreiging aan de buitenkant komen. De eerste kilometer gaat 14 en een beetje. Tweede tussentijd was 16 rond. En zo gaan de paarden de volgende bocht weer in. Leiding daar in handen nog altijd van Evolutief Dam, daarachter Dillinger Gentiel. In het derde spoor blijft hangen Disco Jet. Binnendoor gaat heel makkelijk mee Robin Bakker met Joko Zwee. En daarachter volgt dan de rest van het veld. En de rest van het veld, daar zien we onder andere in het tweede spoor liggen de nummer 12, Emiro Gigi, ook in de PD-kleuren. Daarachter volgt in het tweede spoor Kamminga met de 18e Jarrière. En daarachter volgt ook Diamond ER, een paard dat we heel hoog hadden ingeschat vandaag. Dat kan nog steeds, want we hebben straks nog een ronde te gaan. En Kooijman ligt lekker in het veld. Heeft op dit moment drie paarden achter zich. En weer een 16 tussentijd. 16-9, blijft hard gaan. En zo gaan de paarden de laatste kilometer in. Leiding nog altijd in handen van Evolutief Dam. Naar de buitenkant Dillinger Gentiel. Disco Jet blijft in het derde spoor. Emiro Gigi in het tweede spoor. Aan de relingzijde Joko Zwee. Daarachter volgt aan de relingzijde Ancor Sun. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer in. Nog altijd die halve lengte voorsprong. Halve lengte voor Evolutief Dam. Evolutief Dam leidt aan de buitenkant Dillinger Gentiel. Die krijgt hem ook niet makkelijk, want die ligt daar ook al ruim een kilometer aan de buitenkant. Achter hem ligt dan de trainingsgenoot. En dat is Emiro Gigi. En daar komt aan de buitenkant Diamond ER aan. Diamond ER is aan de opmars begonnen. 17-3 de tussentijd. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding is overgenomen door Dillinger Gentiel. Kijk, Kamminga gaan met een slalom binnendoor. Komt uit op plaats 3. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding nog altijd in handen van de nummer 6, Dillinger Gentiel, die overnam. Dillinger Gentiel is halverwege de Tjarda-bocht. De verrassing ligt daar nu achter op de relingzijde. Dien de Jarrière, de nummer 8. Aan de buitenkant daarnaast is het Emiro Gigi. En Diamond ER ook vlak daarbij. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn waar nog altijd de leiding is voor de 6, Dillinger Gentiel. Daar komt aan de buitenkant Diamond ER aan. Gaan de laatste meters in. Kamminga gaat er tussendoor. Het is Dillinger Gentiel die leidt. En die lijkt heel makkelijk te gaan winnen. Weer een 16 tussentijd. Strijd voor de plaatsen. Plek 2 is voor Diamond ER. En plek 3 aan de buitenkant. Misschien nog wel voor Bel Bonanza. Prachtige eindsprint van Bel Bonanza. 16 rond voor de winnaar.